Pas dit weekend treedt Lady Gaga op in het Antwerpse Sportpaleis. Maar sinds dinsdagmorgen kamperen er Gaga-fans voor de deur. Dat ze de eerste zullen zijn, staat al vast. Maar het moed en zelfopoffering beloont zich in een meet and greet met Lady Gaga na de show. Julia, die als eerste dinsdagmorgen zijn tent opsloeg, en Lindsay, die samen met haar vader Joël dinsdagmiddag post vatte, krijgen tijdens de show een grote gouden sleutel tot de backstage. We zijn hier depuis mardi, dus we logeren hier depuis mardi. Donc notre ami Julien qui est ici à côté est arrivé vers 8h du matin lui, donc mardi matin. Nous autres nous sommes venus mardi fin d'après-midi. Donc c'est ça que lui a eu la clé pour passer près de Lady Gaga samedi. Et ma fille donc, qui est ici présente, donc elle a la clé pour le dimanche, pour avoir 20 minutes d'interview avec Lady Gaga. Maar alors, pour avoir l'interview, on doit rester, je vais dire, parce qu'on montre qu'on est vraiment des femmes. Wat Gaga bij hen losweekt, waardoor ze het gure herfstweer kunnen trotseren, kunnen ze zelf eigenlijk niet verklaren. Ik vind haar heel goed live. De eerste keer dat ik naar haar optreden ging, was ik eigenlijk niet echt fan. En daarna sloeg alles om en ben ik nu, zeg maar, de gekke fan geworden die ik nu ben. En soms vraag ik mezelf ook af wat ze allemaal met mij doet en waarom ik zoveel voor haar opoffer, maar het gebeurt gewoon. Ik weet niet wat het juist is, maar het is net zoals Julien daar juist zei. Ik denk 4 jaar geleden denk ik. 3, 4 jaar geleden naar Monsterball geweest. En toen was ik gewoon, ik vond haar goed, maar ik was niet echt een diehard fan. En vanaf dat optreden is het inderdaad gewoon volledig omgeslagen. Ze doet gewoon iets met jou. Ook de manier waarop ze interactie heeft met haar fans. Ze neemt mensen backstage. Niet iedereen doet dat. En ja, het is gewoon volgens mij ook een super fijne vrouw. Ja. Lady Gaga, c'est vraiment être nous-mêmes en fait. C'est vraiment une des premières stars qui a aucun complexe, qu'elle soit mince, grosse, qu'elle ait des défauts de voix, de temps en temps ça arrive. Elle accepte toujours tout et elle nous aide à s'accepter comme on est. Donc c'est vraiment quelque chose de génial pour une artiste. Inmiddels halen de kampeerders ook het nieuws. Zo werden ze door diverse radio- en televisiestations geïnterviewd en staan ze ook in de krant. Fan zijn is niet zomaar. Ja, mensen kunnen het raar bekijken, hè, van fans, een type apart, maar ja, we zijn ook maar mensen en het is een hobby eigenlijk. En je leert er andere mensen mee kennen, het is een sociaal gebeuren en het is echt fijn eigenlijk. Samen oefenen ze dagelijks alle liedjes van Gaga om dit weekend uit volle borst mee te kunnen zingen. Go! I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Don't find yourself in regrets, just love yourself and you're set. I'm on the right track, baby, I was born this way.